Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom bij Kerngezond TV vanaf Recreatiepark De Leistert in Roggel. Kerngezond staat voor gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gedrag met inspiratie van topsporters. Vandaag te gast Sabrina Stultjes, profwielrenster uit Meijel. Maar eerst het Kerngezond nieuws. De basisschoolleerlingen van Zevenum maakten onlangs kennis met maar liefst 6 verschillende sporten. Zo werd er bijvoorbeeld getafeltennist met leden van de plaatselijke vereniging CETA. Volleybalclub Atos 70 verzorgde een speciale kennismakingstraining. En ook judoclub Jingoro Kano was present met een speciaal team van trainers. Tennisclub Apollo 69 leerde de kinderen de backhand en de forehand. En sportconsulent Mark van Rens maakte de kinderen warm voor basketbal. Ook de basisschoolleerlingen in Maasbree konden naar hartelust sporten. Zij maakten bijvoorbeeld kennis met handbal door middel van de plaatselijke vereniging BSAC. En leden van volleybalclub Asterix brachten de kinderen de beginselen van deze sport bij. Dankzij Didi Dance Ballet gingen de voetjes van de vloer. De Venlo Sport Crusaders, en dan praten we over basketbal, verzorgden eveneens een clinic. En voor wie eens kennis wilde maken met kickboksen, die kon terecht bij Sportcentrum Balance. En dat brengt ons bij de kerngezonde foto's van deze week. De eerste foto is van Noah van den Akker uit Heidhuizen en zij heeft een voorliefde voor appels. En wat Noah met appels heeft, heeft Elvira Verstegen uit Horst met komkommers. Het ziet er een beetje gek uit, maar het is wel een leuke foto. En tot slot heeft groep 5 en 6C van basisschool De Merwijk uit Kessel deze geweldige groepsfoto ingestuurd. Blijf die foto's toezenden? Doe dat naar info@wijzijnkerngezond.nl. Elke week stellen we enkele kerngezonde vragen aan een topsporter. En vandaag is dat... Mijn naam is Sabrina Stultjes, ik ben 23 jaar oud en ik woon in Meijel en mijn sport is wielrennen. Het leukste aan een wielrennen is toch wel de verschillende uitdagingen, de wedstrijden, het trainen in verschillende gebieden over de hele wereld met mijn team. Dus je komt op zoveel verschillende plekken en het uiterste uit jezelf te halen, dat vind ik wel echt heel goed, cool aan mijn sport. In de winter is het hier vaak wat slechter weer met regen en sneeuw. Dus dan kan je hier moeilijker je uurtjes maken op de fiets. En dan gaan we naar Zuid-Afrika toe of naar Spanje. En daar kun je toch makkelijker aan je 4 tot 5 uur op de fiets komen. In een zonnetje, dus dat is wel prachtig. Heerlijk trainen dan. Ja. Je favoriete ronde zal om die reden misschien ook wel de Giro Rosa zijn in Italië. Met veel bergritten, dat doe je graag. Hoe leef je daar in zo'n ronde? De Giro Rosa bestaat uit 10 etappes meestal. En dan is eigenlijk elke dag wel een beetje hetzelfde. Je staat op, je gaat ontbijten met je team. Je stapt in de bus, je gaat naar de startplek toe. Daar wordt je benen worden in gemasseerd. En daarna ga je naar de start toe. Dan heb je de wedstrijd. Je komt terug in de bus, omkleden, douchen. En dan 's avonds word je nog gemasseerd voor de volgende dag. En dan ga je eigenlijk weer slapen. Wat eet jij gedurende zo'n dag tijdens zo'n zware etappekoers? 'S Ochtends meestal yoghurt met havermout, muesli en een stuk fruit erbij. En eigenlijk ook wel altijd een kop koffie erbij om een beetje wakker te worden. En tijdens een wedstrijd dan hebben we toch wel onze energiegelletjes, energierepen, een stuk banaan. Sabrina, is je favoriete gerecht, is dat dan ook een Italiaans gerecht? Ja, ik hou heel erg van Italiaans eten. Lekker verse pasta met pesto, groenten. Ik hou ook heel erg van zalm uit de oven. Dus dat vind ik wel een van de lekkerste gerechten. Heerlijk. En jouw favoriete vak op de basisschool, kun je dat nog herinneren? Dat vind ik een hele lastige. ik vond gym eigenlijk wel heel erg leuk, altijd om te doen, lekker sportief bezig te zijn. En taal vond ik eigenlijk ook wel altijd heel erg leuk. Spreek je al een beetje Italiaans? Nou, dat valt me best wel tegen eigenlijk. Hey, heb jij een tip ter afsluiting voor kinderen die topsporter willen worden? Ik vind het belangrijkste, als je plezier hebt in wat je doet, dan kom je het verste, denk ik. Dus alles wat je heel erg leuk vindt om te doen, als je daar je gewoon al je energie in steekt, dan kom je er vanzelf. En zo zijn we aanbeland bij de prijsvraag over Sabrina.
Voor welke ploeg rijdt zij in het seizoen 2016-2017? Is dat A voor Boels Dolmans, B voor het team van Lotto of C voor Liv Plantuur? Mail je antwoord naar info@wijzijnkerngezond.nl en zet duidelijk je naam, leeftijd en woonplaats erbij. De winnaar van de prijsvraag wordt binnenkort bekendgemaakt in deze uitzending en wint een fantastische prijs. Hij of zij mag namelijk met alle andere prijswinnaars deelnemen aan de Kerngezond afsluitdag. Op deze dag kun je genieten van een kerngezonde barbecue, aangeboden door Van A tot Z Barbecue. En je mag schelteren om de hoofdprijs, een weekendje weg voor het hele gezin, aangeboden door vakantiepark De Lijstert in Roggel. En de winnaar van de prijsvraag van 2 weken geleden, die staat nu in beeld. Van harte gefeliciteerd. Deelnemers, klaar voor de start? Laat op de lampen. Ja, wie had dat gedacht? Maurice verslaat een van de beste wielrensters van ons land. Ik ben helemaal uit kort. Hij begint het nieuwe jaar dus uitstekend met een fenomenale tijd van 46.53. Dat is ongelogen slechts 300ste langzamer dan koploper Jeroen van den Beuken. En helaas voor Sabrina, zij is 0,3 langzamer dan handballer Sonny de Jonge en komt daarmee niet verder dan een 5e plek. Dit was Kerngezond TV. Weer een overwinning met het skelteren binnen. Dat doet mij goed. Maar Sabrina heeft het laatste woord. Bedankt voor het kijken. Kerngezond is plezier hebben in alles wat je doet. Kerngezond TV is powered by EVT.